Kasteel Radboud. Kasteel Radboud is gebouwd door de graven van Holland. Niet precies zoals het er nu uitziet, maar toch wel ongeveer. En daar hadden ze er een stuk of 5 van gebouwd, zo rond West-Friesland, om die West-Friezen er een beetje onder te houden. Want die wilden dat helemaal niet. En die luidjes die hebben in de 12e, 13e eeuw hebben ze dan toch pech gehad. Er kwamen overstromingen en de Friezen werden van hun vrienden aan de overkant van, van de zee werden ze een beetje afgescheiden door het water, zware overstromingen. Zo konden de graven van Holland eindelijk hun zin doordrijven en hier de baas worden. Helaas. Ze hebben daar wel 200, 300 jaar over gedaan, dus dat strekt ons wel tot eer. Maar het is toch zo gebeurd dat wij hier, de Hollanders werden hier de baas. Het oude Friese recht verdween, de gebruiken verdwenen. De taal werd steeds meer gelijkend op het algemene Nederlands. Zo is dat allemaal gegaan. En de slag waarbij de West-Friezen het echt verloren hebben, dat was in Vronen bij Alkmaar. Daar is de laatste grote slag geweest. Dat waren er een aantal, maar bij Vronen dat was de laatste. En toen hadden we vet pech, zeg maar. Nou ja, dit kasteel had later geen functie meer. Dus het is veranderd. Het is kerk geweest, kantongerecht, gevangenis. En ook nog eens steengroeven om allerlei andere gebouwen neer te zetten. Nou, en toen is ergens in de eind 19e eeuw is er zo'n opleving geweest in de romantiek. En toen hebben ze het weer opgeleukt in een stijl van Kuipers, die ook die katholieke kerken allemaal maakten. Nou, zo is dit kasteel eigenlijk ook een beetje opgeleukt weer. En zo staat het er nu. Kasteel Radboud. Hartstikke mooi. Dank u wel.